Zeg u maar. Ik wil het hipste kapsel van nu. En het mag wat kosten. Gaan we doen, gaan we doen. En gaan we dan opsteken? Of wilt u krullen? Mm. Of wilt u een pruik? We hebben de nieuwste pruik van de nieuwste krijgsgevangenen. Leuk, laat maar zien. We hebben een donkere uit India. Ja, nee, die doet niks voor me. Nee. Of misschien wilt u wel rood zijn? Hè? Met de rode haren uit Germania. Hè? Ja, ik weet het niet. Hoe draagt de keizerin het tegenwoordig? Ik wil eigenlijk gewoon wat de keizerin heeft. Ja, nee, iedereen in het hele Rijk wil het haar van de keizerin. Ja. Zij is natuurlijk ook het mode-icoon, hè? Ja, alleen voor de rijke dames. Ja, nee, tuurlijk, nee. De arme dames die dragen gewoon stro op hun hoofd. Dat telt toch helemaal niet? Inderdaad. Kijk, dit is de nieuwste koek van de keizerin. Wow. Ja, dat is nieuw. Dat is hip. Dat is het kapsel van het jaar nul. Dat wil ik. Dat wil ik. Zullen we dat dan maar doen? En kijkt u eens. Oh. U ziet er weer helemaal uit volgens de laatste... Oh, schitterend. Oh my god, stop. De keizerin, ze heeft nieuw haar. Nieuw haar? Ik lees het hier in de krant. Oh ja, het is waar. De keizerin heeft nieuw haar. Maar dan is mijn kapsel ouderwets. Dat is verschrikkelijk. Oké, dit wassen we eruit. En ik ga u helemaal knippen en kappen precies zoals de keizerin. Dit is het voorbeeld en dit is wat u gaat krijgen. En kijk eens. U ziet er weer helemaal up-to-date uit. Supermooi. Schitterend. Cash op binnen. Binnen? Dat kan toch nog helemaal niet?